De betekenis van water wordt steeds belangrijker. Niet alleen uit cultuurhistorische overweging, maar ook vanwege de klimaatverandering. Eind 90er jaren waren er heel veel overstroomde binnensteden. Dat was echt een groot probleem. En de angst voor water nam dus enorm toe. Nou, aan dit project hebben wij 4 jaar samengewerkt met 4 steden. En wat we eigenlijk Europese samenwerking nodig hadden, was om de Europese angst voor water te overwinnen en water te zien als een kwaliteit voor de stad. Door het Europese project konden we ook onze eigen burgers overtuigen dat er moed voor nodig is om dit te doen en dat het ook belangrijk is om dit te doen. En we moeten dat water, als straks het met bakken uit, nog meer met bakken uit de hemel komt, dan moeten we plek geven dat water. En dat zijn wij niet alleen. Als je de uitdaging hebt om bij te dragen aan het terugbrengen van water in de stad, Breda, dat is de Brede A, oversteekplaats van de rivier. We hebben nog steeds contact met onze partnersteden. En je ziet dus dat ook in Gent bijvoorbeeld, dat daar in de Nederscheld, dat was ook zo'n soort project als dit, dat daar ook nu een volgende fase in uitvoering is. Kijk, als je water in je stad hebt, dan krijg je er gratis een tweede stad bij, namelijk de weerspiegeling van de stad.